Mojo is iets dat je zelf doet, wat je alleen doet, waar je enthousiast voor moet zijn om het ook echt goed te kunnen. Uit van loop. Je ziet steeds vaker journalisten rondlopen met een smartphone als videocamera, want je hebt hiermee een professionele camera in je handen, een montageplatform en een distributieplatform. Vooral bij lokale en regionale omroepen in Nederland is de smartphone helemaal in. De snelheid, ik kan vanaf mijn telefoon filmen, monteren, doorsturen binnen seconden, binnen minuten. Maar ook de flexibiliteit, als je veel moet lopen, op plekken moet komen waar je moeilijk kunt komen, waar je weinig plek hebt. Dan is die telefoon heel handig. En het derde punt, dat is ook heel fijn, namelijk dat je heel dicht bij je hoofdpersoon of bij je onderwerp kunt komen. Jij bent in de 30, bij Omroep Friesland zullen er ook wel mensen zijn die in de 50, misschien wel in de 60 zitten. Krijg je die mee? Nou, gek genoeg zijn die vaak nog enthousiaster dan de jonge mensen. Want de jonge mensen komen net van de opleiding en die hebben net de kans gekregen om zo'n grote camera in handen te hebben. Of de professionele radioapparatuur. En die zijn heel blij met die speelgoedjes, laten we het zo maar zeggen. En de ouderen zoeken vooral naar een snelle, makkelijke, goede manier om hun werk te kunnen doen. Er zijn erbij die heel erg enthousiast hiermee aan de slag gaan. Omdat ze ook wel zien dat daar veel toekomst in zit, dat er veel ontwikkeling in zit. Die voordelen hebben zij natuurlijk ook. En ook de mensen die wat ouder zijn vinden het heel fijn dat ze niet met zware spullen hoeven te sjouwen, maar dat allemaal lekker makkelijk kan. Wat is jouw belangrijkste Mojo-tip voor beginnende Mojo's of misschien wel ervaren Mojo's? De belangrijkste tip is vooral experimenteer. Wees niet bang om te falen. Ga er gewoon op uit. Begin te filmen, begin te editen en have fun. Wil je meer weten over Mojo? Laat het weten in de commentaar. Of volg de hashtag MojoFest op Twitter, Facebook, etc.